Deze aardappelen waren echt bedoeld om naar de horeca in Parijs toe te gaan. En dat zou dan friet worden? Ja, snackbaren en restaurants die een eigen friet snijden, die nemen deze aardappelen af. Ja, een financiële strop voor ons bedrijf. Hij heeft toch over een kleine 100.000 euro in schade. Nou, dat doet wel pijn. Dat zet het bedrijf voor een paar jaar wel stil met de investeringsplannen. Niet nodig. Die dragen zo'n 40% van de waarde van de afgelopen 4 maanden dragen ze bij als schadevergoeding. Dus daar hebben we het ongeveer over 5 cent per kilo wat zij bijdragen. Wij zullen gelukkig niet failliet aan gaan. De landbouw is van origine een vrij conservatieve sector, dus wij houden altijd rekening met slechte jaren. Maar het doet natuurlijk wel pijn.